Niet om jullie bang te maken trouwens, maar er is net, like letterlijk net, iemand vermoord. Andreas, dat is een van de leiders van heel het team. En hij is net letterlijk vermoord en neemt even een pauze van Planetcraft erdoor. Iemand is via een boom binnengekomen, dus het is niet helemaal veilig hier. Maar ik ben Geert, dus hopelijk als iemand binnenkomt, kan ik mezelf verdedigen. Yo, wat mensen, welkom terug bij een nieuwe video. Ik heb een week of twee niet geüpload, ik was op vakantie namelijk. En ik ga vanaf nu proberen dagelijks te uploaden. Maar ik heb jullie hulp nodig, dames en heren, want niet omdat het niet goed gaat met mij of iets in die richting, maar na zo lang niet zijn geweest, ben ik gegarandeerd een groot deel van de community kwijt. En dat weet ik, maar ik had ook gewoon even mijn rust nodig. Maar nu is natuurlijk de vraag en de missie voor ons om de Mr. Puck en de Planetcraft community gewoon weer bij elkaar te halen. En ja, jullie kunnen daarbij helpen. Dus ik zou het super tof vinden als jullie alvast de video kunnen liken, kunnen abonneren en jullie vrienden erbij kunnen halen. En gewoon de notifications aan te zetten. Het zou heel erg veel voor mij betekenen. Als jullie bijna mijn Discord zouden kunnen joinen, zou dat fantastisch zijn. En nogmaals, ik ga proberen nu dagelijks tot onderdag te uploaden en weer te streamen. Maar nogmaals, mijn beloftes zijn niet altijd waargekomen. Maar met jullie hulp, laat ik het zo zeggen, hoe meer support er is, hoe meer motivatie ik heb om door te knallen. Dus het ligt ook heel erg in jullie handen. En laten we kijken of we deze video 50 likes kunnen krijgen. Met dat gezegd hebben, laten we beginnen met de video. Alright, dus we staan hier op het oudste gedeelte van ons Romeinse Rijk. Dit is Tunesië, dit hebben jullie al vaak genoeg gezien, eerlijk. Dit is waar het eigenlijk allemaal begon, voor ons in ieder geval. Natuurlijk begon het echte Rijk in Italië, maar wij zijn later toegevoegd. Voordat we naar het nieuwe land gaan wat we hebben veroverd, wil ik jullie eerst nog even dit laten zien. Wat hier allemaal is gebeurd in de twee weken dat ik er vanuit ben geweest. In de oude afleveringen hebben jullie waarschijnlijk wel gezien dat dit hier niet was. We hebben deze hele berg hebben we handmatig gemaakt. Dus het is allemaal hout wat daaronder zit en een gigantische mine. Ook hebben we dit heel erg uitgebreid. Ik zal het heel snel nog eventjes laten zien. Voor nu hebben we een beetje een rare entrance. En we hebben het een beetje medieval gemaakt. Voornamelijk Liam en zijn mensen. Dus ja, we hebben nu een gezamenlijke opslag. We kunnen hierheen, daar hebben we wat dieren. En dit gaat zo nog best ver door, zo te zien. Ja, hier hebben we een heel kasteel. Maar dat komt wel later een keer. We gaan voor nu op weg naar het nieuwe land wat we hebben veroverd. Of althans veroverd. We hebben dat natuurlijk gewoon ingenomen. Maar ja, het is heel ver weg. We zien het ook een beetje als een kolonie. En we gaan daar nu naartoe, op naar Noord-Amerika. Per ongeluk beland in een tussenkolonie. Op weg naar Noord-Amerika. Maar dit is dus onderhand ook van het Romeinse Rijk. Dus ja, we gaan kort even dit eiland laten zien voordat we naar de echte kolonie gaan. Dit is een klein eiland op het nieuwe Atlantis volgens mij. Het heet Thebbe. En zoals je kan zien is het heel erg lichtelijk verdedigd. Het is puur mine island eigenlijk voor de mensen van Tunesië. Wat een provincie is in Rome. Ik kan alleen niet, ik ben nog niet geadd, want ik ben niet bepaald een miner. Dus ik ga alleen de buitenkant even laten zien. Maar goed, dit is dus op weg naar Canada, waar onze grootste kolonie ligt. Ik zal nu ongeveer wel een kaart in beeld weer laten komen, waarin je kan zien wat nu allemaal exact voor ons is. En ja, dit is er één van. Dus we gaan nu weer verder met Liam varen. En dan gaan we terug, of op weg moet ik zeggen, naar Canada. Dus yeah, let's go. Alright. Oké, we zijn in de nieuwe wereld beland en ik ben vrij nieuwsgierig. Wij, zoals jullie weten, zijn Tunesië en onze provincie, de leden van onze provincie zijn hier niet echt geweest. Wij hebben ons voornamelijk gefocust op het ene kleine landje wat je daar zag, onze eerste kolonie van Tunesië en ja, gewoon Tunesië zelf. De Italianen, onze buren, een soort van de stichters van het team, die zijn hier voornamelijk bezig geweest. Dus ik heb eigenlijk geen idee wat we nu gaan zien. Ik weet alleen dat dit een mine island is en dat het in Canada ligt. Dus ja, ik ga gewoon een beetje rondlopen en hopelijk loop ik niet wat enemies tegemoet. Ik heb wel gehoord dat we er al een muur omheen hebben, dus dat is mooi. Ja, ik denk dat ik gewoon even hier ga lopen. En dat is waarschijnlijk de mine, dus ik ga eerst even hierin. De Italianen zijn hier heel erg druk bezig geweest. Ze zijn nu wat minder actief. Alleen Liam en ik zijn online van het team nu. Damn. Maar dat komt waarschijnlijk door de vakantie en zo. Dit is huge. Ik ben ook niet geadd hier. Wederom, ik doe de dingen op Tunesië. Wauw, dat is mooi zo met het licht.
Ik doe de dingen op Tunesië, dus ik hoef ook hier helemaal niet geëerd te worden, want ik mine sowieso amper. Maar hun zijn hier bezig geweest, dat is ijs. Maar dit is gewoon echt huge, serieus. En dat gaat daar nog helemaal door. Dus ja, sowieso Roman Empire een van de actiefste teams. En een van de teams met het meeste land. Voornamelijk omdat het heel veel teams bij elkaar gevoegd zijn. Dus dat is heel vet. Dus hun zijn daar heel erg hard bezig geweest. Liam staat er nog even AFK. Ik ben hier met hem heen gekomen. En dan gaan we nu even verder kijken. Want Italië heeft heel veel mooie bouwers. Goede bouwers moet ik zeggen. Dus we gaan gewoon eens even checken of ze nog andere dingen hebben gemaakt hier. Sowieso een muur, wat erg fijn is. Hele hoop met kisten daar aan die kant. Ik kan er helaas niet in kijken, maar ik ga ervan uit dat er boxen vol met loot zijn. En ja, dat is allemaal mooi. Aan de overkant daar zie ik een kasteel, dus die gaan we even bekijken. En hopelijk is het van ons, bedenk ik me net. Het kan ook een andere kolonie zijn, bedenk ik me net. Nee, ik denk niet dat dat van ons is, boys. En ik zie jullie wanneer we weer iets leuks bezien. Want dit is alleen maar road tot nu toe. Niet om jullie bang te maken trouwens, maar er is net, like letterlijk net, iemand vermoord. Andreas, dat is een van de leiders van heel het team. En hij is net letterlijk vermoord en neemt even een pauze van Planetcraft erdoor. Iemand is via een boom binnengekomen, dus het is niet helemaal veilig hier. Maar ik ben geared, dus hopelijk als iemand binnenkomt, kan ik mezelf verdedigen. Ik weet, we hebben hier melee plus, ik weet nog niet helemaal wat dit betekent. Maar mijn Roman gear geeft mij een aantal bonuses, wat normaal steel niet heeft, dus dat is nice. Hier is een big, alright. Hier hebben we een soort eerste dorpje al. Nogmaals, het is meer een mine island, deze kolonie, dus ga er niet van te veel uit. In mijn vorige video, die je hier ziet, had ik echt een tour gedaan van Italië, waar ze echt hebben gebouwd. Dit is meer een kolonie. Oké, laten we kijken. De heilige bloem van Canada, alright. Dit is allemaal vrij donker. Heb ik een torch? Nee, ik heb geen torch. Ik kan er ook geen pakken, dat is jammer. Alrighty. Ik denk niet dat ik te diep hier naar binnen kan gaan, aangezien ik geen ad heb. Hier zou waarschijnlijk een deur staan. Oh nee. Damn, dit is huge. Dude. Oké. Ik heb wederom mijn eigen team onderschat. Canada is groter dan ik dacht. Dus dit geeft me een beetje een Lord of the Rings vibe. Weet je nog toen die ene demon zo Gandalf naar beneden liet vallen? I don't know. Maar het ziet er heel erg vet uit. Ik kan wederom niet in de kisten, maar ja, ik ga ervan uit dat dit helemaal vol zit met, met loot. Het is alleen heel erg donker op mijn shaders, dus ik ga gauw weer weg. En dan gaan we nog even naar boven kijken, waar het tenminste wel licht is. Dus dan kunnen jullie iets meer zien. Sowieso, YouTube maakt alles wat donkerder, dus vandaar. Ik ga gauw up, het licht in. There we go. Oké, dus dit is een soort van het kapelletje. Het wordt nog gebouwd, aan de deur te zien. Hier hebben we nog wat huizen. Of een huis, moet ik zeggen. Boeien, het is een rare vogel. Rip Andreas gestorven aan de gekke vogelziekte. Nou, ironisch gezien is Andreas hier ergens echt gestorven. Oké, dit is dus een soort dorpje. Volgens mij is dit het enigste dorp. In ieder geval waar een weg aan zit. Maar hier hebben we nog een dingetje. Dus we gaan eens even kijken wat dat is. Ik denk nog een mine. Want dat is waar dit voor is. Alleen dan nog een hele kleine. Alright, we gaan nog even doorkijken. Maar ik denk dat dit het allemaal is. Maar ik weet niet zeker. Dus ik report dadelijk terug. Ik moet kwijt. Dit landschap is wel echt heel mooi. Dit is even dikke props naar die custom map van DDG. Ik ben nog even die mine doorgelopen. En zo te zien zijn ze veel verder dan dat ik dacht. En er lopen allemaal ijspegels door de grond heen in Canada. Damn, als je hier valt, dan ben je echt dood. Maar dit is echt uren aan tijd. En deze mensen hebben sowieso Planetcraft pakket, want anders dan is dit basically onmogelijk. Maar goed, laat alsjeblieft wat tips achter in de comments. Want ik ben een beetje radeloos over het nieuwe PvP. En hoe je nou precies PvP kan uitlokken. Aangezien ik niet bepaald zomaar aan land binnen kan lopen. Dus als jullie daar tips over hebben, hoor ik dat graag. Ik zou graag mijn collectie willen uitbreiden. Ik heb momenteel een full alien set, een full steel set. Aardig wat Chinese en barbarian gear. En ik heb dus dit wat ik aan heb. Maar ik zou natuurlijk graag wat meer willen hebben. Dus laat het maar weten. En hopelijk binnenkort een PvP episode. Net zoals we vroeger altijd deden. Dus ja,
Hey, laat pik trekken. Joe.